Nou, ik kom dus thuis. Ja, waar het niet om te gaan kwispelen. Godver. Maak je er een zootje van. Is iets voor volgend jaar om te verbeteren. De bloemen zijn wel heel mooi geworden, hè? Ja, nee, deze houdt het toch. Ga ik ook wel lekker. Ik dacht voor volgend jaar dan toch even kijken of jullie dat kunnen. Een zakje in doen en dan wat aarde erin. Dan kunnen daar die plantjes in zetten. Ja. Op zich gaat het wel zo, maar het is een beetje. Losland. Het was heel heet vandaag, dus de plantjes hebben dorst. Ik vind deze er een beetje zielig bij hangen. Die heb ik toch echt wel heel veel water gegeven. Heb je hem weer verzopen misschien? Nee, juist niet. Dat kan haast. Ja, ja. Als je deze verzuipt, dan... Daar gaat je Patchy. Achter de bel. Ja, deze doet het allemaal wel lekker. Het was ook knijtertjes warm vandaag. 27, 28 graden of zo. Het is echt genieten. En ze voorspellen voor volgende week gewoon 40 graden. Fucking 40 graden. Dan gaan we echt braden. What the fuck? Kip. En gewoon dood. Wat hè? Heb je dit al gezien? Nee. Nee. Wat moet ik zien? Wat is hier gebeurd? Oh, die is waarschijnlijk gewoon omgevallen. Dat kan niet. Ik denk dat die plant er gedaan heeft. Nee, ik denk dat die gewoon omgevallen is omdat hier ook dit hier tussen lag. Nee, en was gevallen. Jawel. Zijn de kabouters. Oké. Okay. Zijn de kabouters, die gingen even paardje rijden. Ja, maar even zonder gang. Hier hebben we dus gewoon... Zijn dit? Nee, dit zijn van die plant van de boven. Ja. Er komen gewoon geen bloemen. Ga je lekker. Er komen gewoon geen bloemen uit. Ja, de buurman had wel framboosjes of zo. Ja, die ga ik zo water geven. Niet de buurman, maar zijn plantjes. Buurman. Buurman. Mag ik een lekker suikertje van je lenen? Kom maar even halen. Okay. Ik zout. En azijntabletten. En de plantjes aan het water geven. Ja, dat is echt opgeschreven om de dag of zo, om de twee, drie dagen met warm weer. Ja, om de dag met warm weer. Maar ze zijn echt niet nat houden, die planten. Nee. Dus geef ze maar een beetje extra. Elke dag dan maar. Het is nu ook wel heel heet, hè? Ja, het is echt. Goed bezig. Ik hoor net Peter een goede vriend dan een verre buur. Ik wou precies hetzelfde zeggen. Alleen dan gewoon goed. Ja, beter een goede buur dan een verre vriend. Ja, precies. Maar dit zijn die moestuintjes volgens mij van alle tuin. Oh. Cherry tomaatje, zonnebloem, radijs, komkommer. Ja, en hier hebben we inderdaad... Een framboosje. En hij zei al dat ik dat jou niet mocht laten zien, want anders zou je hem opeten. Ik mocht hem opeten van Tom. Ik mocht die eten van Tom. Is toch even jammer dat jij aan die kant staat en ik hier. Ja, maar we kunnen deze vlog laten zien aan Tom en dan wordt hij heel boos. Ja, maar is een verkapte nee, heb ik gehoord aan mijn werk. Ja, nee voor jou, ja. Ziet er niet heel rijp uit. Is dit, kom er zo? Ja, hij viel er zo vanaf. Oké. Okay. Als ik dood lig, dan... Hé, hey, doe niet zo gek. Nou. Ga het eens even proberen. Moet ik hem nog schoonmaken?
Moet ik hem nog schoonmaken? Ja, op zich is het niet besproken of zo. Dus niks geks aan. Lekker zoet. Ja, is hij lekker? Ja. Van rechts zo af, dus ik weet niet dat ze goed zijn. Die zijn misschien wel iets zuurder, denk ik. Schattig, schattig. Ja. Heb je er ook een geproefd? Nee, dankjewel. Nog wel. Nog wel van mij. Zo ben ik. Oeh. Zit je rustig te eten? Met je oproepen. En dan moet je mensen gaan redden. Moeilijk doen. Go, 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 go. Waar gaan we going? Ze zijn daar gestopt. Oh. Ik weet niet wat ik film, maar... Zijn ze gestopt? Zijn ze verder geweest? Nee, ze zijn volgens mij daar die boot aan het uitladen. Even op hier. Even kijken. Ik ben totaal geen ramptoerist. Hoor. Kijken dan. Het zou gaan stormen of onweer vannacht. We zijn net terug van het strand. Maar ik zie nu echt dat het behoorlijk begint te waaien, hoor. Aan zitten komen, jongens. Ik denk dat het een onweertje wordt. Hè? Nou, ik heb geen onweer gezien, hoor. En net toen ik de honden uitliet, echt letterlijk 3 druppeltjes maar op mijn schouder. En ik had zo zin in een regendansje. Ik zag op Facebook wel allemaal dingen voorbij komen. Zoek de meer, pijn op elkaar. Maar daarna gloos daar nou maar. De honden hebben het ook heet. Die willen niet meer op een kussen, die liggen de hele tijd op de grond. Als die liever op de grond liggen dan op een kussen, dan is het warm hoor. Ik heb nu ook wat ijsblokjes op mijn voeten gelegd. Ik denk ja, als die maar koud zijn, dan gaat hopelijk vanzelf wel mee. Ik ga naar bed. Hopelijk een beetje kan slapen. Jezus Christus, wat is het warm de hele tijd. Ik weet dan echt niet hoe ik moet liggen. Anders kan ik naar de zee. Doekje nat maken. Mezelf een beetje indeppen met water. Ogen niet klagen, hè? Maar we doen het toch. S'avonds nou gewoon lekker een beetje koeler is en overdag gewoon lekker warm. Nu is het gewoon echt de hele tijd benauwd en er komt gewoon alleen maar warme lucht binnen. Nederland is er niet op gebouwd, jongens. We zijn er niet op voorbereid. Op werk hebben we wel lekker airco, maar... Nou ja. Zet Joy nachtdienst. Het enige wat dan scheelt, ook al is het ongezellig, is dat ik wel niet nog een extra kachel tegen me aan heb. Nou ja, morgen als het goed is weer super heet, ze voorspellen 37 graden. What the fuck. Oh.
ze laten zich al de hele tijd gewoon echt omvallen, hè? Uit het niks. Dus ik schrik me elke keer gewoon het apenzuur. Apenlazarus, helemaal kapot schrik ik me. Stel je voor dat ze ineens doodvallen. Nee, dus ik hou ze ook de hele tijd in de gaten. Weet je wel, of ze niet te warm zijn, dat ze niet te lang in de zon liggen. Maar ze zijn het ook zat. Nou, ga lekker slapen. Rusten. Nou, kom dus thuis. Ja, waar het niet om te gaan kwispelen. Godver. Nou, oh, wat een geluk, hè. Kijk dan, heel mijn spiegel aan kant. Ah, Jezus. Nee, weg daar. Foei. Oh, man. Jezus, wat hebben jullie uitgespookt, man. Jullie hebben echt een geluk, hè? Als die spiegel op jullie was gevallen, dan waren jullie gewoon morsdood. Jongen. Oké. Nou. Die kans hebben jullie dus ook verpest, hè? Wordt toch weer gewoon op de gang dan.